dit is Bonshow. Bonshow. Zorg dat je het onthoudt, de plek waar je carrière begint of ophoudt. Jullie hebben het gezien, man. We hebben weer een try-out ronde gehad. En ik moet zeggen dat ze me wel verrast hebben, eerlijk gezegd, man. Want ik had er eigenlijk weinig van verwacht. Nieuw seizoen. 2017 tot 19. Ja, zijn er zo'n goede namen doorgekomen. Jensel Krokker. Vond ik heel tof. Luister eens goed, je bent slecht, barmatig en verbazend zwak. Je komt nepper dan een panda in een paringstans. Je bent nepper dan een badslipper van Adipas. Diversity. Je hebt dus een massale neus en je bent trager dan mijn opa tijdens de laatste dagen. Volgens mij is Octo jouw echte biologische vader. Don Tata. Erg onder de indruk van Don Tata. Niet van zijn naam. Wel van skills. Ik wil het steeds, maar het verslindt je levend. Ik win de race, wind je tegen. Ik spring niet eens. Dit is trainen. Doe het in z'n enen, in mijn eentje. Kom naar je kinderfeest, dan wil je een slinger geven. Sla je kin in twee. Er zitten wel mensen tussen waar je flink wat tegen kan zeggen. En mensen die zich willen bewijzen. Maar ja, er waren meer door dan in de gemiddelde theateraudities, naar mijn gevoel. Meer van een bepaald niveau. Dus ik ben wel een beetje excited, man, over het volgende seizoen. Ja, er zitten ook wel een paar mensen bij dat ik denk van, nou oké, vooruit. Weet je. Ik hoop dat je binnen 2 keer gestopt bent. Er is weer echt heel veel nieuwe faces, nieuwe karakters. En ik ben echt heel benieuwd hoe dat met elkaar gaat clashen, soort van het nieuwe seizoen. Maar ja, er zit wel zo'n nieuwe bij waar ik wel blij mee ben. En ik hoop dat de oude allemaal blijven. En we kunnen wel een leuk nieuw seizoen tegemoet gaan, denk ik. We gaan sowieso meer auditierondes krijgen. Maar wat ik nu heb gezien, van wat er alvast als eerste lichting in zit. Want je moet rekening houden met de groei natuurlijk van sommigen, weet je. Ziet er mooi veelbelovend uit, man. En we hebben ook natuurlijk een paar van de afgelopen seizoenen van de Next Gen, eerste generatie. Dan hebben we nog een paar oude mensen die ook weer terugkomen. Dat gebeurt ook een soort van elk seizoen. Dani is terug, daar ben ik heel blij mee. Dani die komt weer terug, hij was ook altijd wel een dope battle MC. Je bent een poedeltje, een onzeker joch. Dus hoe wil je winnen van deze pitbull als je deze tackle kon geven aan de deze dog? Zack is weer aanwezig. Ik kill hem stil, we doen rustig aan met Kama, fuck dat. Ik ga nog harder dan Kamagra, jouw performance zijn nog lelijker dan de gezichten die tijdens battles worden getrokken door Frans Sinatra. Daarnaast is Frans eindelijk soort van toegelaten in de league, Chiefs mascotte ofzo. Zeg maar dat dit mijn tweede auditie bij PLB is. Dat ik veel knik en dat je mij vervelend vindt. Dat ik een mongool ben en dat er kwijl over mijn kleding zit. Maar het is een feit dat dat meegoed nou eenmaal een lelijk eentje is. Kom sowieso naar die kwartfinales. Want je gaat een paar van die nieuwe jongens meteen in actie zien. Ik moet wel zeggen dat het feit dat je door bent niet meteen betekent dat je 100% erin zit volgend seizoen. Maar het betekent wel dat je een kans hebt om te laten zien dat je erin hoort. Want als je flopt, ben je gewoon weer eruit. Sorry. En dan halen we weer nieuwe uit de volgende try-outs. Dus je bent nog niet safe als je door bent. Je moet wel nog steeds laten zien dat je fire bent in een battle, weet je. Ja, en er zijn wat mensen doorgegaan die zich mogen bewijzen. Die wel een soort van oké waren in de hoop dat er een Mitch verhaal tussen zit of een ander verhaal van mensen die zichzelf toch heel snel kunnen bewijzen. Maar ik ben wel benieuwd, man. Dus het nieuwe seizoen belooft denk ik heel veel goeds, man. Ik heb er zin in. Echt. Het is altijd leuk als iemand kut is, want dan kan je ze zeg maar tijdens de judgments goed afbranden. Maar ja, dat is voor de kijker thuis ook niet aan het. Maar ik zeg je alvast, het is de moeite waard om te komen checken, mensen. Volgend seizoen wordt more fire. Yes, sir.